Hoi, ik ben Anouk van MBO Mediawijs en in dit filmpje wil ik je meenemen in de verschillende vraagtypes van Mentimeter en bespreken wat nou eigenlijk de meerwaarde is van zo'n vraag inzetten tijdens je les. Wat ik de meerwaarde van Mentimeter vind, is dat je je lessen, je presentaties gemakkelijk interactief kunt maken. Dus je kunt een stukje theorie presenteren, een video laten zien, maar tussendoor kun je dus vragen stellen of kleine opdracht geven. En wat ik daar de meerwaarde van vind, is dat studenten daardoor actief betrokken worden en ze worden aan het denken gezet. Dus ik zie de vraag ook heel erg als een klein middel om eigenlijk een discussie achteraf te hebben. Dus op deze manier kun je op een veilige, anonieme manier van studenten input verzamelen. En vervolgens kan je daar dan een gesprek over voeren. Of het kan ook informatie zijn voor je volgende les bijvoorbeeld. Ik wil nu een paar vragen laten zien en de manier waarop je die zou kunnen gebruiken. In een ander filmpje heb ik al uitgelegd hoe je de vragen invoegt. Dus dat kan je dan in een ander filmpje kijken. Nou, bijvoorbeeld een open vraag in Mentimeter zetten met een stelling. Mijn telefoon leidt af tijdens de les. Doordat het antwoorden anoniem op het scherm verschijnen, kunnen studenten zich vrij voelen om antwoord te geven. En vervolgens kun je dan bijvoorbeeld één stelling eruit kiezen of één antwoord. Ik zet mijn telefoon in slaapstand. Nou, wie doet dat nog meer? Waarom wel? Waarom niet? En zo kan je dus een gesprek met je studenten hebben. Waarbij iedereen wel betrokken is, maar dus niet op een veilige manier. Waar denk je aan bij het woord Big Data? Dit is het vraagtype WordCloud, WordWeb. Waarbij je dus bijvoorbeeld aan het begin van de les of bij een introductie van een nieuw stukje theorie kunt kijken van hey, wat voor ideeën hebben de studenten hierover? Zijn er misconcepties? Wederom, het is anoniem, dus studenten kunnen gewoon alles invullen. Woorden die vaker gegeven worden, komen ook groter in beeld. Het is een hele fijne manier om eigenlijk als een soort van startactiviteit. Dit is de ranking vraagtype, waarbij studenten per stelling eigenlijk aangeven van hey, ik ben het hier helemaal mee eens of helemaal niet mee eens. En deze zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om terug te blikken, te reflecteren op een vorige les. Dat je weet van nou, wat is de beginsituatie voor deze les? Is het voor studenten duidelijk? Of zijn er heel veel studenten die denken, nou, ik wil eigenlijk nog wel extra uitleg. Wie kan er aan de slag en wie niet? Het is anoniem, maar dit kan je natuurlijk wel gebruiken van hey, nou, de studenten die hier hebben gezegd, ik kan aan de slag, jullie mogen verder. De studenten die een extra uitleg willen, die kunnen bij mij blijven. Dus een handig, snel middel om inzicht te krijgen in je klas aan het begin van de les. Een soort ijsbreker. Misschien vind je het leuk om studenten gewoon aan het begin van de les even voor groepsbuilding of ook om een gesprekje te voeren iets te vragen. Dus zou je liever ze moeten kiezen tussen twee stellingen die je eigenlijk allebei niet zou willen. En dan kan je daar vervolgens ook een leuk gesprek over hebben met je studenten. Dit is de pin on an image. Die kan je op heel veel manieren gebruiken. Bijvoorbeeld ook als een soort ijsbreker of start van je les. Of aan het begin van het jaar om een groepsgevoel groepsgevoel te creëren in de klas. Bijvoorbeeld een kaart van Amsterdam als afbeelding erin plakken. Van waar woon je of vanaf waar ben je gekomen. Studenten geven antwoord en dan verschijnt er dus zo'n zwart bolletje op de plek die ze hebben aangegeven. En dan kan je bijvoorbeeld een gesprek hebben van en wie is dan van ver gekomen? Kom je met het OV? Kom je met de fiets? Kom je lopend? Kom je met de tram? Of nee. Het is ook een leuke manier om elkaar te leren kennen. Deze kan je ook tijdens een les inzetten. We zijn natuurlijk een creatieve school, het Hout- en Meubeleringscollege. Zoals het vak interieur, een afbeelding. Wat zou je weghalen in het interieur? Wederom verschijnen er dan allerlei bolletjes. Of bijvoorbeeld je hebt een vaktekening, wat klopt hier niet? Nou, zet het pinnetje op de juiste plek. Dus op die manier kan je interactief de studenten daarbij betrekken. En als laatste vind ik deze nog leuk. Dit is de Who Will Win. Kan je bijvoorbeeld, in ons geval heb ik voor drie stoelen gekozen.
de studenten laten stemmen op, hey, welke vind je het mooist? Of bijvoorbeeld, je kan meerdere activiteiten aanbieden. Welke activiteit wil je doen? De student geeft zijn keuze in. En je ziet dan van, nou, de meesten vinden stoel 3 leuk. Kan je weer een gesprek hebben van, ja, waarom is die stoel dan het mooiste? En op die manier kan je dus de vragen inzetten. Dus heel erg als manier om studenten te betrekken. En om gesprekken te voeren. Dus veel plezier ermee.